En dan is er in deze kerst ook aandacht voor onze seniorenburgers. Want die van Huize Asiana hebben gisteren kunnen genieten van een speciaal kerstoptreden, georganiseerd door de stichting Hoop voor Kinderen. Het Christmas Give Back evenement van de stichting kwam als blijk van waardering naar de totale Hoop voor Kinderen gemeenschap. De optredens, die bestonden uit zang, poëzie en toneel, zijn verzorgd door de kinderen van de stichting en andere individuen. Stichtingsdirecteur Anthony Shinafat zegt dat met dit evenement de kinderen worden geleerd om altijd terug te geven en hiermee hun talent te ontwikkelen. Wij van Hoop voor Kinderen hebben gemeend om dit event te organiseren, omdat we de mening zijn toegedaan dat we het hele jaar door hebben ontvangen van mensen in de gemeenschap, binnen als buitenland. En ik leer de kinderen altijd om terug te geven. Dus vandaar het idee van deze Christmas Give Back Event. Hoop voor Kinderen is een kinderopvanginstelling waar we pupillen opvangen, kinderen opvangen die zijn aangemeld of worden aangemeld door justitie. En deze kinderen hebben heel veel meegemaakt. Ze komen uit uitdagende milieus. Bijvoorbeeld, ze zijn mishandeld geworden, ze zijn verstoten geworden. En wij willen deze kinderen een nieuwe kans geven. En vandaar dat we het talent ook willen ontwikkelen bij deze kinderen. Shinafat gelooft dat al deze kinderen een gezegende toekomst verdienen. Daarom probeert de Stichting Hoop voor Kinderen via diverse strategieën de kinderen te leren hoe zij waardige burgers kunnen worden. Het is niet makkelijk, maar ik geloof erin dat met de Heer Jezus daarboven het zeker lukt. En de resultaten blijven niet uit. We hebben op dit moment ook 3 huiswerkbegeleiders die de kinderen bijstaan met huiswerkbegeleiding. Je moet nagaan, de kinderen hebben heel veel meegemaakt. Ze hebben een ontwikkeling in achterstand in ontwikkeling. En daaraan moet gewerkt worden. En je ziet dus dat stap voor stap je de vooruitgang ziet met de huiswerkbegeleiders die dus wekelijks de stichting aandoen. Stichting Hoop voor Kinderen zal ook een kerstoptreden verzorgen aan de Esther Stichting op zaterdag 25 december.